2 april, zondagmorgen. Het gaat mis voor 2 jongens in de Rijp, uit de Rijp. Ze kwamen heel hard aanrijden vanaf de Rijperweg en in plaats van linksaf zijn ze rechtdoor gereden het water in. Ze konden wel op eigen kracht het water uitkomen. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De bijrijder mocht zijn ouders bellen en die kwamen hem ophalen. Daarna is de auto uit het water gehaald en meegenomen door het sleepbedrijf.